Ja, Karen, het is een geweldig spektakel hier in Apeldoorn. Drommen mensen langs de kant van de weg hier. Ik denk honderdduizenden misschien wel hier in Apeldoorn, waar dus de Giro is gestart vanmiddag. Ja, we willen het eigenlijk ook een beetje naar Overijssel halen. Maar ja, het kost natuurlijk wel een hoop, hè? 13 miljoen euro om de start van zo'n grote wielerronde naar je provincie te halen. Nu is er wel een lobby gaande. Bij de finish zit een heel groot aantal coryfeeën uit Overijssel te lobbyen met wat Italianen om die ronde van Italië in 2021 naar Overijssel te halen. En iemand die dat omarmt is Ivan Spekerbrink, want hij is met zijn ploeg Giant Alpecin een van de favorieten voor vandaag, de roze trui met Tom Dumoulin. En hij rijdt dus min of meer een thuiswedstrijd met zijn team, want ja, ze zetelen in Deventer op het hoofdkantoor en konden dus op de fiets naar het werk vandaag. Volgens mij heeft nooit een ploeg het hotel 200 meter van hun eigen kantoor gehad. En de Grand Depart 10 kilometer van je eigen kantoor. Dat is uniek en maakt het ook wel speciaal, moet ik zeggen. Want we staan hier bij de start van een grote ronde en ook heel veel bekenden die hier dus nu. Je hoort mensen die Italiaans spreken en mensen die Twents spreken. Dat is wel een leuke combinatie. Lijkt het een beetje op elkaar? Het is iets anders. Ze houden allebei van koffie, alleen een beetje andere koffie. Over Twente gesproken, hè? Die Giro die willen ze in 2021 naar Overijssel halen. Ik heb het ook heel zachtjes een beetje proberen te stimuleren en gezegd van hoe mooi het hier zou passen. Ja, dat zou natuurlijk heel mooi zijn voor het fietsen in Overijssel. Toch ook veel initiatieven worden daar ontplooid om dingen rond het fietsen te gaan coördineren. Op een hele goede manier en voor allerlei doelgroepen. En als je daar een mooie kers op de taart, iets waar Twente en Overijssel heel erg trots op kan zijn, ja, hoe mooi zou dat zijn? En dit is wel een van de twee, drie mooiste wedstrijden natuurlijk om naar Overijssel te halen. Ja, wat is de status van die onderhandelingen? Want het is een lobby en jij kent al die mensen. Ja, maar dat wordt gelukkig door andere mensen gevoerd. Ik wil graag helpen. Maar dat worden andere mensen gevoerd. En iedereen is nu natuurlijk druk met de Giro zelf. Die kandidatuur die ligt verder. Maar ja, het zou natuurlijk heel leuk zijn als dat ooit werkelijk gerealiseerd wordt. Gaat dat lukken, denk je? Weet je wat, je moet in dingen geloven. Je moet dromen, je moet een doel hebben. En hoe moeilijker het doel, hoe fanatieker dat je ervoor bent. Ik denk dat de mensen er gewoon voor moeten gaan. Want dan maak je ook gewoon een hele regio hartstikke trots. Dus je moet er gewoon in geloven, hoe moeilijk het doel ook is. Hoopvolle woorden dus van Ivan Spekerbrink, die ook nog de koning mag ontmoeten vandaag. Hij is ook een van de genodigden tussen al die duizenden mensen hier in Apeldoorn, want er zijn er heel veel. En onder hen ook Bas Stamsnijder, toch een beetje onze huisanalist van RTV Oost als het gaat om wielrennen. Ja Bas, dit is genieten, hè, al die mensen. Ja, dit is fantastisch. Gewoon de Giro d'Italia, een van de eerste grote wedstrijden hier in Nederland, of in eigenlijk het wielerseizoen en dan dat hier in Nederland. Ik bedoel, vorig jaar startte de Giro in Italië, stond er 30 man bij de start. Nou, je hebt hier gezien wat hier aan de start staat. Ik bedoel, het wielrennen leeft in Nederland. Ik heb even je broer mogen spreken, die doet mee, Tom Stamsnijder. Je bent zelf ook oud rennen. Ja, hij zegt een orkaan van geluid. Ja, Tom, die ik heb Tom net na zijn wedstrijd nog even gesproken. Hij heeft nog nooit zoveel publiek gehoord die hem zo toegeschreeuwd heeft. Ik bedoel, dit is iets waar hij echt naartoe geleefd heeft. Je hoort het hier achter mij. Ik bedoel, er is zoveel publiek en als je renner zijn, de mensen komen hier voor jou en die schreeuwen jouw naam, die schreeuwen je toe, je bent Nederlander. Ja, dat is een kippenvel moment. Ja, hoe geweldig zou dat zijn als wij dit in 2021 als provincie ook mee mogen maken? Ik denk dat fantastisch is. Ik bedoel, je ziet het bij de Ronde van Overijssel elk jaar weer. Het is niet de grootst aangeschreven wedstrijd op de wielerkalender van het jaar, maar hoeveel mensen daar toch elk jaar weer naartoe komen kijken. Ik denk als er een Giro komt, ik denk dat we nog meer volk krijgen dan we hier vandaag zien. De Ronde van Overijssel maken wij volgende week weer mee bij RTV Oost. Die wordt overigens uitgezonden samen met Bas Stamsnijder. Ga ik dan de koers in. Ja, dat is nog maar een beetje voorpret voor de Giro die dus in 2021 naar Overijssel moet komen. Het is nog een lange weg, maar ja, de voorpret is alleen al heel leuk. En laten we hopen dat 2021 dat Overijssel dan ook roze kleurt.